Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst 18 partijen dingen naar de gunsten van de Arnhemmers. Kieskompas kan helpen bij het maken van een keuze. Wij gingen de straat op en vroegen de Arnhemmers of ze gebruik maken van deze online service. Gaat u 19 maart stemmen? Daar ben ik nog over aan nadenken, ja. Ja, want u weet nog niet welke partij? Of? Nee. Ik weet op dit moment even niet waar ik op moet gaan stemmen. Ja, daar ga ik. Eigenlijk altijd. Dus dat gaat nooit verloren. En is het lastig om een keuze te maken op welke partij u gaat stemmen? Nee hoor. Al jaren stem ik op één partij en dat blijf ik doen. Ik wijk niet af. Ik ga weer niet stemmen dit jaar, nee. Nee. En kunt u uitleggen waarom niet? Ik stem eigenlijk nooit. En waarom eigenlijk niet? Ik zou niet weten waarom ik moet stemmen. Dan moet je ergens in gaan verdiepen. Anders stem je weer op een partij die helemaal niet leuk is natuurlijk. Ik heb geen idee waarom ik niet stem. Ik heb net de stempas ontvangen, dus wel de bedoeling. En heeft u al een idee op wie? Nee, nog niet. Niet echt. Gaat u stemmen 19 maart? Nee. En kunt u uitleggen waarom niet? Nee, ik stem eigenlijk nooit. Maar ik mag toch wel altijd een ander. Dus hij gaat in ieder geval niet verloren. Ik ga wel stemmen. En weet u al op wie? Nee, ik heb nog wel een aantal partijen waar ik dus twijfel, maar ik ben er nog niet uit. Op dit moment is het zo dat er vandaag het kieskompas online is gezet. Zou u dat misschien kunnen helpen met het maken van de keuze? Ja, nou, ik lees de kranten goed en dan komt er vanzelf iets naar voren waarvan ik denk die is het meest voor de stad. De partij die het meest voor de stad kiest. Heeft u wel eens gehoord van het kieskompas? Ja. Zou dat u misschien kunnen helpen bij het maken van de keuze? Ja, misschien wel, ja. Ja, maar ja, dan moet je weer tijden, dan komt wel en dan gebeurt het dan toch niet waarschijnlijk, nee. Ja, dat helpt me zeer zeker, ja. Ik ben met grootgebracht op die partij te stemmen en dat blijven we doen. Dus. Doen het volgens u nog steeds goed, die partij? Ik hoop het. We zijn daarmee opgegroeid, dus ja, dan weten we niet beter, hè. Denkt u dat daar misschien de juiste partij uit zal gaan komen als u dat kieskompas invult? Over het algemeen klopt het wel aardig, is mijn ervaring, ja. U bent daar wel positief over? Ja. Het helpt wel net even om wat puntje op een rij te zetten.